check hier een chainchomp. Hoe dan? Dit is super grappig. Yo, Nintendo fans! Ik weet dat jullie onwijs van Zelda houden, dus ik denk dat jullie super blij gaan zijn met dit gloednieuwe Zelda-avontuur. Namelijk The Legend of Zelda Link's Awakening. En wil je dit hele avontuur gaan volgen, doe even dat blauwe duimpje omhoog en abonneer alvast op dit kanaal, want we gaan het natuurlijk helemaal uitspelen. Wij worden hier wakker in een bedje, zoals wel in meer Zelda-games. En dit is Marin die tegen ons staat te praten. Wij vragen naar Zelda, maar Marin zegt nee, mijn naam is Marin. Ben je een beetje in de war of zo? Je bent op Koholint Eiland. Nou, we zijn wakker, jongens. Dan gaan we maar eens even met deze gast praten. Met zijn soort van Mario-achtige hoofd. Hij lijkt wel een beetje op Mario. Dit is Taryn. En Taryn die zegt, nou, dit is mijn naam. Ik hoop dat je je beter voelt. Maar hoe ik je naam wist? Ja, dat is raar, hè, zegt Taryn. Nou, hij zegt, ik zag het op de achterkant van dit schild. Hoppa. En we hebben ons schild al te pakken, jongens. Lekker. Dat begint alvast goed. Oh, dit kan ik nog niet optillen. Ik ben nog te zwak. En dit zijn onze eerste stappen in de buitenwereld in Koholint Island. En wat een prachtig steltje heeft deze Zelda-gamer. Ik vind dit wel... Het ziet er zo leuk uit. Zo schattig. Schattig. Hoe dan? Hoe kan je zo'n schattige Zelda-game maken? Dit is natuurlijk een game die vroeger op de Nintendo Game Boy was. En hij is helemaal opnieuw gemaakt. Dit is oma Yahoo. En die zegt, Yahoo, met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou? Ja, met mij gaat het ook wel goed. What? Check hier een chainchomp. Hoe dan? Dit is super grappig. Die gast deed me net al denken aan Mario. En deze gast, ja, dit is overduidelijk chainchomp, jongens. Laten we naar beneden gaan. Laten we eens eventjes naar het strand toe gaan. We kunnen deze wezens nog niet verslaan, denk ik. Want we hebben nog geen zwaard. We zijn nu op Torombo Shores. En we zien hier zo prikkels, prikkelmannetjes. Die kunnen we vast wel duwen met ons schild. Ja, kijk eens. Hoppa. En dan gaan we even hier naartoe. Dit beginstukje heb ik al een keer mogen spelen. Dus vandaar dat ik een klein beetje weet waar ik naartoe moet. We gaan natuurlijk hier het zwaard oppakken. Het zwaard wat we nodig hebben voor ons avontuur. En dan komt hier... Ollie de elk aanvliegen. En die zegt, hoed hoed. Heet jij hoed hoed? Anyway, hij zegt, oh, dus jij bent die kerel van wie dit zwaardje is. Nu begrijp ik waarom de monsters opeens zo gewelddadig beginnen te worden hier. Een heldhaftige jongen is hier naartoe gekomen om de windvis wakker te maken. En er wordt gezegd dat je dit eiland niet kan verlaten, tenzij je de windvis ontwaakt. We moeten naar het noorden, naar het mysterieuze bos. En Hoethoet wacht op ons daar zo. Nou, helemaal top, Hoethoet. Doei! Later, en ik zie je strakjes wel weer verschijnen. Ja, we hebben ons schild, ons zwaard. Niet ons schild, die hadden we al. Ons zwaard hebben we hier. En ook hier staat mijn naam gewoon op. Dus dat is makkelijk te herkennen. Hoppa! Deze Link is zo super schattig. Kunnen we die dingen nu ook slaan? Ja, kijk, we kunnen die slaan en die slaan. Oh, oh, dit is een historisch momentje. We pakken onze eerste rupee. Rupee! Yay, we hebben 1 money. 1 Zelda money. Hoppakee. Let's go. We gaan onderweg naar het mysterieuze bos. Het mysterieuze bos dat hier ten noorden schijnt te zijn. Oh man, I love this style. Deze stijl van deze game, man. Oh, dit is toch... Dit is echt fantastisch. Wacht, we gaan even in dit huisje kijken. Dit is een bibliotheek. Nou, denk ik dat ik al weet hoe ik dit boek moet pakken. Maar dat kan nu nog niet. Ja, hier kan je dus allemaal boeken lezen. Maar daar heb ik niet heel erg veel geduld voor. Dus laten we gewoon lekker doorgaan. Hey man, chainchomp. What up, man? We moeten denk ik hier naartoe. Hier naar boven zal het mysterieuze bos al zijn. Yes. En er is een waarschuwing voor Moblins. En Moblins die zijn niet vriendelijk. Maar wij zijn Link. Hallo, wij zijn Link. Wij kunnen heus wel wat Moblins aan hoor. Come on. En daar is Hoethoet weer. Die komt weer vrolijk aangevlogen. Die zegt, hey, dappere jongen. Je bent bezig met je quest om de dromer wakker te maken. Welkom in het mysterieuze bos. Je zal hier veel mysterie tegenkomen op Koholint Island. En ik ben bang dat het best wel moeilijk voor je gaat worden om dit eiland te verlaten. Om de windvis wakker te maken. In ieder geval ben je al bij de Tail Cave geweest. Die is ten zuiden van deze stad. Ga daar naartoe. Met de sleutel die je vindt in dit bos. De windvis is op je aan het wachten. Nou, helemaal top. Doei, Hoethoet. Ik besef me trouwens dat ik iets vergeten ben. Ik ben namelijk vergeten om even hierin te springen. Wedden dat hier een hartje ligt? Wedden? Kijk, dit bedoel ik. Een kwart hartje. Als je 4 van deze kwart hartjes hebt verzameld, krijg je een hartje erbij linksbovenin. En dat is super handig. Dat kan je hier zien. Ja, hier linksboven zie je dat we nu op 1 kwart zitten. We hebben een zwaard, een schild... En een groen pakje. En voor de rest hebben we niks. Ja, 2 roepies. let's go. Wij gaan nu wel echt naar het mysterieuze bos. Oh, we hebben 3 roepies. Yes. Let's go. Mysterieuze bos. Yo, what up, Moblin?
Hoppa, zie je? Ik zei toch dat we wat Moblins wel aankonden? Hoppa, hoppa, hoppa. Ja, jullie hebben niks op mij. Oeh, nice. Een blauwe roepie, dat zijn er 5. Hallo meneer. Deze raccoon, die zegt, ik heb een hele gevoelige neus. Die is gevoelig voor stof en poeder. Oké. Nou, top. De raccoon zegt, je gaat echt verdwalen dankzij mij. Nou, dat zullen we nog wel eens even zien, raccoontje, of we gaan verdwalen. Hallo, goede vee. Zo, dit is wel een iets knappere vee dan in Breath of the Wild, jongens. Deze ziet er wel iets beter uit. Ze zegt, je bent nog fit genoeg, man. Je kan nog wel even door. Oké, toppie. Hier een Moblin met een schildje. Hoppa. Niks aan de hand. Oh, rustig. Kan niks doen. Ik werd gevangen door bloopers. Wat is dit? We hebben een Guardian Acorn. Oh, nu hebben we betere defense. Dat is helemaal nice. Helemaal nice. Doei, Moblin. Hop, hop. Kijk, dit bedoel ik. We zijn nu al uit het bos, jongen. Wat zitten ze nou te praten? Zeggen van, je gaat verdwalen, je gaat verdwalen. Je komt nooit meer uit dit bos dankzij mij, hè? Ik ben een eindbaas. Ja. Yo! Heksie! Alles lekker, mevrouw de heks. Oh, moet ik via deze kant van de pot met jou communiceren? Sorry hoor. Double devil! Allemaal problemen. Oh, ze heeft een paddenstoel nodig. En waar groeien paddenstoelen? Precies. In het bos. In het bos. Oh, dus we moeten weer terug naar het bos. Die gas kunnen we niet slaan, want dan staan we onder stroom. Dat is niet de bedoeling. Nou, dan gaan we weer terug naar het bos. Gaan we even op zoek naar een paddenstoel. Yo, Moblin. Doei, Moblin. Yo, blooper. Doei, blooper. Yo, bloopers. Doei, bloopers. Oh, op eentje na dan. Get off me. Ga van me af. Oké, daar kan ik nog niet naartoe. Misschien had hij toch wel een klein beetje gelijk dat we wel eens verdwaald zouden kunnen raken in het bosje. Kan wel hierin. Laten we hier naar binnen gaan. Oh, vleermuizen. Jongens, er zijn weer meervluizen hier zo. Vanaf nu noemen we vleermuizen meervluizen, oké? Oké. Ja, lekker dit. Potverdorie, man. Laat me gewoon even dit kistje openmaken. Ik weet niet of ik deze stenen al kan duwen. Als ik deze stenen nog niet kan duwen, dan kan ik dit kistje sowieso niet pakken. Kijk, ik kan die wel duwen. Hoppa. En, paarse roepie, 50 roepies. We worden rijke tata's, vriend. Rijke tata's in de building. Doei, bloopers. Mazzel. We hebben al 66 monies. Ja, jullie kunnen het net zien boven de cam. Alright. Kunnen we dit hartje gelijk pakken? Dat zou wel even lekker zijn. Kunnen we deze optillen? Die kunnen we nog niet optillen. No. Nou, dan kunnen we denk ik het hartje nog niet pakken. Let's go. Kijk, hier is in ieder geval de paddenstoel. Voor de heks. Hoppakee. Want waarom zouden we eigenlijk zo'n boze, enge, rare heks helpen? Dat is nog wel een vraag die ik heb. Waarom? Waarom gaan wij helemaal een paddenstoel zoeken voor de heks? Vinden wij de heks stiekem aardig? Wacht, zijn we verliefd op de heks? Link, ben je verliefd op de heks? Je kan beter verliefd zijn op Zelda. Dat is, denk ik, een iets betere keus. Oké, we komen later wel een keer terug hier voor dat hartje. Die kunnen we nu nog niet pakken. Oké, top. Hoppa, je krijgt al veel van die stukjes waarmee je of sterker wordt of je defense beter wordt. Nu zijn we sterker, dus nu, bam, kunnen we die Moblins gewoon in één keer verslaan. Oké, top. Let's go. We moesten in ieder geval hier naar boven. Ja, pak ze. Ja. Zo, oké, top. Want we zijn op weg naar de heks. Kijk, dat hartje kunnen we ook nog niet pakken. We kunnen nog niet over die gaten heen springen. Ik wil al die hartjes hebben, maar het kan nog niet. Kan ik deze al optillen? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat gaat ook nog niet. Nou, heks, ik heb hier voor jou een paddenstoel en een champignon. Alsjeblieft, veel plezier met je champignon. Zo. Die wordt helemaal gek, joh. Lijkt wel alsof ze gelijk die paddo in de mond heeft gestopt en is gaan eten of zo. Man. Oké, en we krijgen een leuke stofje. En ze vroeg van, kun je dit gelijk even uitproberen hier in mijn hut? Nou, helemaal goed. Ik denk dat we deze aan moeten steken. Oh, goed gedaan. Gebruik het op enemies en zie wat er gebeurt. Als het op is, ga weer naar het bos. Pak nog een paddenstoel van mij en dan gaat ze weer een nieuwe maken voor mij. Nou, helemaal top. Oké. Ik krijg voor de rest niks. Nou, dan dikke doei. Oké, nu kunnen we namelijk deze groene... Ja, wat is het eigenlijk? Is het een lopende komkommer of zo, denk ik? Die kunnen we nu wel verslaan. Hoppa. Kijk. Hop. Wap. Oh, ja. En nu kunnen we natuurlijk die ook op die raccoon gooien. Ja, want die had een gevoelige neus voor stof. Dat herinneren we ons nog. Let's go. Bam. Op je bakkes, vriend. Op je bakkes, vriend. Oké, waar is die raccoon? Hier naar beneden, denk ik. Gaan we goed of niet? Bap. Lekker. Let's go. Gaan we de goede kant op? Ik heb geen idee of we de goede kant op gaan eigenlijk. Volgens mij gaan we helemaal niet de goede kant op. Waar is Mr. Ofwel. Hallo?
Hallo Raccoon, jij was toch hier? Yo, moeten we eerst weer uit het bos nu of zo? Moet ik dan hier naartoe? Moet ik er helemaal uit? Als we er helemaal uit moeten, dan moeten we volgens mij deze kant op. Even kijken. Ja, kijk, nu zijn we weer uit het bos. Top. Oké, gaan we nu weer in het bos. Waar is Mr. Raccoon? Volgens mij zat hij hier rechts. Niet? Hier naar beneden? Waar zat je? Raccoon? Hallo? Oké, misschien had hij toch wel een klein puntje toen hij zei dat ik ging verdwalen in het bos. Ik kan hem niet meer vinden. Hier, ja, daar is hij. Kijk, hier staat hij. Yo, je hebt stoffige neus, toch? Hier, stof op je neus. Oh, rustig. Ja hoor, daar is hij. Onze geheime broeder van Mario. Taryn! Het laatste wat ik me kan herinneren is dat ik een hap nam van een paddenstoel. Jongens, je ziet het. Hier wordt het je al verteld. Don't do drugs. Drugs are bad. Geen drugs, jongens. Je ziet het aan Taryn. Hij verandert in een raccoon. Dat is niet oké. Dat is echt niet oké. Hij zegt, ja, het klinkt raar, maar het was wel grappig. Hey, Taryn, je moet kinderen niet leren drugs te nemen, jongen. Echt. Wat zeg jij? Hou je in, vriend. Nou, in ieder geval, zonder drugs gaan we verder het bos in. Kijk, en nu kunnen we naar dit kistje. En wat zit er in het kistje? Ja... Het is de tail key, de staartsleutel. Nu kunnen we de staartgrot gaan openen. Oké. Lekker. Helemaal top. Hallo, Hoethoet. Hoethoet zegt, neem de sleutel en ga naar de staartgrot. Ik vind het maar een heel raar woord, staartgrot. Ga het instrument daar pakken, wat daar verstopt ligt. De windvis is op je aan het wachten. Nou, top. Dan gaan we naar het zuiden toe. En dan gaan we die grot dus even opzoeken. Maar niet voordat ik deze Moblin heb gesloopt. Hoppa. Kan ik hier? Ik kan gewoon hier naartoe, joh. Ik kan gewoon helemaal hier naartoe. Nou, dan gaan we even hier naartoe. We hebben een stukje kracht. Ah ja, ik denk alleen... Hier heb ik volgens mij nog niks te zoeken. Ik denk niet dat we hier naartoe moeten. We moeten tenslotte naar het zuiden, zegt Hoethoet tegen ons. Volgens mij zijn we nu redelijk makkelijk het bos uit. Op, op. Moblins worden gesloopt. Deze Moblin nog. Hoppa. Ja, en dan zijn we het bos uit. Lekker bezig, Linky. Goed gedaan. Ik vind die zo tof, die chainjump. Ik wil die chainjump. Moeten we weer terug naar het strand dan? Laten we eerst even bij het strand gaan kijken. In ieder geval moeten we wel deze kant op. Even kijken wat hier allemaal is. Even met de schild vooruit lopen voordat we verrot geschoten worden door een of andere... Ja. Wat zijn dit eigenlijk voor wezens? Hoe heten deze rode wezens? Ik weet niet hoe ze heten, die vijanden. Kijk, dat bedoel ik dus. Dat ging bijna fout. Is dit het? Ja, kijk hier. We zijn er al. We zijn er al. En deze grot gaan we lekker oplossen in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog als je dit een leuk kanaal vindt. Als je dit een leuke video vindt. Als je van Zelda houdt, abonneer dan ook zeker even op dit kanaal. Voor meer toffe Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatune. Zie ik je daar? Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!